Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 30 september 2016. Vandaag is er morse en een afbeelding in PD90 en het tweede deel over verwondingen door elektriciteit en hoogfrequent. De website darc.de meldt dat van 1 tot en met 30 oktober in Duitsland tijdelijk weer een zender op de middengolf actief zal zijn. Dit gebeurt vanuit de plaats Halle an der Saale vanuit het midden van het land. De uitzending vindt plaats door zendamateurs met een zelfgebouwde nostalgische 1 kW zender op 1575 kHz. De uitzending vindt plaats in het kader van het vertaald Internationaal Radiokunstfestival, waaraan kunstenaars uit 17 landen deelnemen. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn momenteel geen andere middengolfzenders meer actief. De vergunning voor de zenders is door de BNetzA, de Bundesnetzagentur, verleend als speciale evenementenzender. Met name 's avonds en 's nachts zal het station waarschijnlijk in heel Europa te beluisteren zijn. In Nederland heeft Radio Emmeloord haar testuitzendingen hervat, zo meldt de bekende site radio-tv-nederland.nl. Radio Emmeloord zendt uit met 50 watt op 747 kHz. De zender Radio Atlantis, die vanaf het allereerste begin op 1395 vanuit Grauw uitzond, is op 26 september gestopt. In plaats daarvan is op de frequentie nu Radio Seabreeze AM te horen. Niet duidelijk is of het een herstart is, een rebranding of een nieuwe initiatiefnemer. Ik heb volgens mij nog niet eerder vermeld dat er ook in Maastricht een 100 watt vergunning op de middengolf verleend is. In dit geval gaat het om 747 kHz. Ook nieuw volgens mij is Radio Bontekoe met ook 100 watt in Zwaag op 828 kHz. Website is radiobontekoe.nl. De registratie van de lezing van afgelopen dinsdag van Misha, PA en OKZ staat inmiddels online. Degenen die er dinsdag niet bij konden zijn, kunnen de lezing ook bekijken via hamnieuws.nl of via hobbyscoop.nl. Via die laatste site is ook een versie van dezelfde lezing te bekijken die Misha 2 weken geleden gaf over dit onderwerp bij het bedrijf Snow BV. De lezing in het radiosterrein was ongelooflijk goed bezocht. Terwijl er slechts 75 zitplaatsen waren, kwamen er ruim 80 geïnteresseerden naar Hilversum en die mensen kwamen uit het hele land. Gisteren heb ik het eerste deel uitgezonden van een tekst van een interview dat ik in 2004 had met professor Martin Bier, deskundige op het gebied van verwondingen door elektriciteit. Vandaag het tweede deel. Opnieuw in de woorden van Martin Bier. Wat je bij televisiemonteurs wel ziet, is dat ze met hoogspanning in aanraking komen. Zo'n entry wound, bijvoorbeeld op een hand, waar de spanning is binnengegaan, kan er heel intimiderend uit te zien. Toch schuilt het gevaar in zo'n geval vaak elders. Stel, je hebt een spanningsverval tussen hand en schouder van zo'n 1000 volt. Dat is dan ongeveer een volt per millimeter. Spiercellen zijn vrij algemeen een millimeter lang of zo. De vloeistof binnen en buiten die cellen lijkt op zeewater en geleidt dus zeer goed. Er is dus geen spanningsverval binnen die vloeistof. De volle 1 volt kan daardoor over het tussenliggende celmembraan komen te staan. Zo'n membraan is slechts 5 miljardste meter dik. Die ene volt geeft op zo'n klein stukje een enorm elektrisch veld, 200 megavolt per meter. Het membraan stort meestal in onder invloed van zo'n veld. Zonder celmembraan sterven dergelijke cellen af en het kan daardoor dus gebeuren dat er na een zware elektrische schok in boven- en onderarm onder onbeschadigde huid massale celsterfte heeft plaatsgevonden. Dat laatste is levensgevaarlijk, want met dode cellen in je lichaam kunnen er infecties optreden, gangreen en zo, en die infecties die kunnen snel groeien. We hebben eens een geval gehad van een man die 5000 volt via zijn hand door zijn lichaam had gekregen. Hij had de pech dat hij in een afgeslagen gehucht in Nebraska woonde. Toen hij naar de huisarts ging vanwege inwendige pijn in zijn boven- en onderarm, kreeg hij van de dokter, wellicht vanwege een vermeend placebo-effect, een soort gipsverband eromheen. De pijn verdween echter niet en toen het gipsverband eraf ging was de arm helemaal zwart geworden en afgestorven zodat hij moest worden geamputeerd. Het is trouwens altijd verstandig om na een zware elektrische schok van meer dan 1000 volt een MRI-scan te laten maken van het betrokken lichaamsdeel. Daarbij gaat het meestal om de armen. Op zo'n scan kun je de interne schade meestal goed waarnemen. Als de cellen op grote schaal zijn afgestorven, dan moet dat afgestorven weefsel zo snel mogelijk door een chirurg worden verwijderd. Wanneer we over de gevaren van microgolven praten, zoals die bijvoorbeeld bij mobiele telefoons in gebruik zijn, dan zijn de fotonen van die microgolven gewoonlijk niet energierijk genoeg om biomoleculen, DNA en eiwitten, in aangeslagen toestand te brengen. Aangeslagen, dat is zoals het wit van een ei dat gekookt wordt en dat verandert. En op die manier kan er dus daardoor geen schade ontstaan. De golven van een magnetron oven zit op een golflengte die watermoleculen kan doen draaien. Water neemt die energie dus heel gemakkelijk op. Door de wrijving die dat draaien geeft, wordt alles nabij heet. Radiogolven van een lagere frequentie hebben nog minder energie. De reden dat golven van een nog kortere golflengte en dan met name ultraviolet licht en röntgenstraling gevaar kunnen opleveren, is dat fotonen elektronen weg kunnen kaatsen en daardoor moleculen kunnen ioniseren. Als de verkeerde moleculen worden geïoniseerd, dan kun je kanker oplopen doordat DNA verandert.
fysisch, natuurkundig gezien, doen gewone microgolven in het radiobereik weinig anders dan de boel opwarmen. Ioniseren doen ze niet en daarom kunnen ze op die manier geen kanker veroorzaken. Dit interview vond dus in 2004 plaats en Martin Bier gaat toen verder. Op dit moment ben ik betrokken bij het onderzoek naar het effect van 50 Hz bronnen. Je scheerapparaat, je elektrische deken, de hoogspanningskabels, etc. Allemaal bestoken ze hier met 50 Hz elektromagnetische straling. 50 Hz is veel langzamer dan de meeste biologische processen in het lichaam op moleculair niveau. Waar je in wezen dan ook mee te maken hebt, is het effect van een stationair, schijnbaar niet veranderend elektrisch veld. Gewoonlijk is er in de natuur tussen hemel en aarde al een elektrisch veld van een paar honderd volt per meter aanwezig. Dat was ook voor de uitvinding van de elektriciteit door mensen al zo. Vlakbij een hoogspanningskabel kun je echter te maken hebben met een veld van 12.000 volt per meter. Het vervelende is dat de gevolgen voor de gezondheid nauwelijks te onderzoeken zijn. Bij epidemiologisch onderzoek kun je vrijwel niet nagaan of controleren in hoeverre mensen werkelijk blootgesteld zijn. Er zijn in het dagelijks leven ongelooflijk veel 50 Hz bronnen. Mooi zou zijn als je twee dorpen zou kunnen bestuderen die demografisch gelijk zijn, maar waarvan er eentje onder een hoogspanningskabel ligt en de ander niet. Maar de onnauwkeurigheid van dergelijke onderzoeken is helaas nogal groot. Er zijn zoveel van die bronnen, ook zijn er veel andere kankerverwekkende factoren die per persoon verschillen en die niet in te calculeren zijn. Op één uitzondering na is het nooit gelukt om er daadwerkelijk effecten van te meten en dat is leukemie bij kinderen. Maar ook daar steekt het aangetoonde effect maar net boven de onnauwkeurigheidsruis van de meting uit. En volgens sommige onderzoekers is dat zelfs niet voldoende om aan te tonen dat het werkelijk waar is. Ook dierproeven op dit terrein zijn moeilijk, omdat mensen vaak jarenlang blootstaan aan 50 Hz en bijvoorbeeld ratten meestal niet lang genoeg leven om de menselijke blootstelling te imiteren. Verder zien bomen in de buurt van hoogspanningskabels er niet abnormaal of ongezond uit. Maar ja, dat zijn bomen. Wat kun je daar voor conclusies aan verbinden? Martin Bier werkt verder aan een onderzoek naar eventueel biologisch natuurkundig mechanisme achter een 50 Hz effect. Dat was dus ook in 2004. Ook hier komt een veld over een celmembraan te staan. Het veld zou daar eventueel activatiebarrières van chemische processen hoger of lager kunnen maken. Echter, een celmembraan heeft een grote interne elektrische weerstand en een weerstand produceert altijd ruis. De spanningsfluctuaties ten gevolge van die ruis zijn groter naarmate de weerstand groter is en het lijkt er tot nu toe op dat de 50 Hz effecten niet of nauwelijks boven die ruis uit kunnen komen. De Amerikaanse overheid doet via de NIEHS, de National Institute of Environmental Health Sciences, veel werk aan dit probleem. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO, geeft via internet goede informatie over dit onderwerp voor diegenen die er nog wat meer over willen lezen. Vanavond om 22:30 op PI3 UTR is weer de lange uitzending van de Daily Minutes. Met daarin onder andere de herhaling van de meest recente dagelijkse uitzendingen op PI2 NOS. En die uitzendingen zijn inclusief SSTV en Mosse. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.